naam is Thomas Louis en ik ben dierenarts op de faculteit dierengeneeskunde te Gent. Ik ben Stan, stagiair, en ik ben ook dierenarts aan de faculteit in Gent. En we gaan nu eens even demonstreren hoe dat we eigenlijk een scan, een longscan van een kalf gaan uitvoeren. Het is eigenlijk heel simpel. We zetten onze echo aan. We nemen een beetje alcohol, zodat je 50% kunt verdunnen eventueel. Dat brengt je aan op de borstkas van het kalf, op de thorax. Daar heb je maar eigenlijk 100 tot 200 ml voor nodig. Dat dient eigenlijk om eigenlijk de lucht tussen de huid en de probe eigenlijk te garanderen, zodat je een mooi contact hebt met je probe, zoals eigenlijk de zwangerschapscel bij een vrouw. We zetten ons naast het kalf en we gaan eigenlijk oriënteren naar het startpunt. We beginnen met een startpunt en we gaan dan eigenlijk onze probe zo zien, zodat we geen ribben in beeld hebben, maar enkel het longoppervlak zien. Hier zien we dan de achterste longpadden en we zien hier op dit beeld dat dit een gezond longbeeld is. Dan gaan we de probe naar voren bewegen, richting het hoofd, richting kraniaal. En scannen wij eigenlijk de diafragmatische longkap op de aanwezigheid van letsels. Hier komen we dan ook een letsel tegen, ondanks dat het dier er eigenlijk klinisch gezond uitziet. Dan zien we hier toch een letsel van makkelijk 1 tot 1,5 centimeter diep. Wanneer we dan verder gaan, naar voren, komen we aan het hart. Dan brengen we mooi het hart en het long in beeld. En vanuit het hart duwen we eigenlijk nog naar voren om ook de voorste longkwabben in beeld te brengen. Op de voorste longkwabben zien we een onregelmatigheid van de pleurale lijn, dus van het longoppervlak, zonder dat hier eigenlijk effectief ernstige letsels wijzend op een bacteriële pneumonie aanwezig zijn. Wanneer we het eindpunt in beeld gebracht hebben, hebben we eigenlijk het volledige longoppervlak gescand. Voilà. Dit kalf heeft langs de achterzijde dus op zijn achterste longkwabben wel degelijk een letsel. En dan gaan we nu de linkerkant bekijken, waarbij eigenlijk opnieuw dezelfde handeling is. We brengen een beetje alcohol aan op de thoraxwand, een beetje onder de oksel. En we plaatsen de probe opnieuw ter hoogte van het startpunt. We brengen de longen in beeld. Hier zien we initieel ook een gezond longoppervlak. En wanneer we hier naar voren bewegen tot aan het hart, zien we eigenlijk dat dit ook gezond blijft. We zien reverberaties, wat wijst op eigenlijk gewoon de luchthoudend in het weefsel. Wanneer we voor het punt scannen, tot aan het eindpunt, zien we dat er enkele kleine onregelmatigheden aanwezig zijn, maar verder geen duidelijke letsels. Voilà. Bij deze is er kalf gescand.